Welkom bij een nieuwe dag op de World Series of Poker in Las Vegas. Vandaag is het tijd voor dag 3 van het main event. Alle overgebleven spelers zijn vandaag samengekomen en zij gaan proberen dag 4 te halen. We zien onder andere Noah Boeken, Thierry van den Berg, Floyd Rosner, Kenny Hallaert, de gebroeders De Mulder en Bart Liebaert in actie. Kijken jullie nu weer naar een nieuw WSOP-journaal door Casino Nieuws, mede mogelijk gemaakt door GG Poker. Floyd, vandaag dag 3 van het main event. De eerste level zit er net op. Hoe gaat het? Ja, gaat wel goed eigenlijk. Ik begon een beetje down. En toen was er eigenlijk een orbit dat ik bijna iedere hand won. Dus ging ik van 95 naar 215. Nu lever ik weer een beetje in en ik ben nu rond 200 geëindigd. Dus... Nou ja, nog steeds gemiddelde steek, dus gaat tot nu toe prima. Ja, het gemiddelde is ook belachelijk hoog. Ja, mensen willen er heel graag uit. Ja, ik zit wel gewoon rustig nu, zeg maar. Ja, je zit met Thierry van den Berg aan tafel. Is het gezellig of moet hij nog een beetje wakker worden? Nee, ja, het is Thierry, die is altijd wel wakker. Die is lekker aan het praten met iedereen. En af en toe ook een Nederlands over de tafel heen en dan wordt de dealer weer boos. Maar ja, het is wel leuk om hem aan tafel te hebben. Ja, normaal speel je natuurlijk cash games, maar dit toernooi kon je niet laten lopen. Ja, klopt. Eigenlijk hier alleen voor de cash games gekomen. En ja, main event toch wel te mooi om even te laten schieten. Dus ja. Ook met belastingen zo, de andere toernooi is niet echt waard, denk ik. Dus ja. Nou ja, laten we hopen dat het een mooi succes wordt. En succes. Ja, ik ga mijn best doen. Dankjewel. Vanaf vandaag komt er iedere dag in het WSOP-journaal een WSOP-fotoquiz. We laten de spelers 5 foto's zien in verschillende categorieën. En als ze raden wat er op de foto te zien is, krijgen ze een vraag over dit onderwerp. Voor iedere goed geraden foto krijgen ze 5 punten en voor ieder goed antwoord krijgen ze nog eens 5 punten. Ze kunnen in totaal 50 punten verdienen. Zodra een speler 2 foute antwoorden geeft op de foto's, is hij af. Denk Bellagio. Is dit je antwoord? Final answer, ja. Ja, helemaal goed. De vraag over de Bellagio is: hoe hoog spuiten de fonteinen maximaal? Dat is 60, 100 of 140 meter. Dan is het 60 meter, denk ik. Nee, 140. Ja, ik was zelf ook verbaasd. Geen Nederlandse bracelet winner te zijn, toch? Nee. Nee, dan denk ik dat het veel Ivy is. Ja, helemaal goed. En de vraag over Ivy is: hoeveel WSOP bracelets heeft veel Ivy gewonnen? 10 volgens mij. Ja, helemaal goed. Nou, en de volgende is weer de categorie hotels. Dit is Caesars volgens mij. Ja, helemaal goed. En de vraag over Caesars is: welke film met Bradley Cooper en Zach Galifianakis werd hier opgenomen? Ik heb werkelijk geen idee. Ben Hur. Maar in de Caesars schijnt het blijven.
Nee, het was The Hangover. En dan nu een foto in de categorie film TV. Ja, en wat, je wilt weten wie dit is? Of ja. Welk? Nee, geen idee. Weet ik niet. Nee, ik zou het echt niet weten. Het is Alberto Stegeman. Echt waar? Oké. Sorry Alberto. Even kijken, de laatste foto is een pokerspeler. Ja, een baardje zou ik misschien gokken. Daniel Negreanu van een tijdje geleden. Nee, het is een Matthäus Moorhuizen. Nou, ik maak wel vrienden hier. De bril die aan de finale staat. Oh, natuurlijk, ja, ja. Nou, dat waren ze alle vijf. Dankjewel voor het meedoen. Oké, niet zo goed als de vorige quiz, denk ik, maar we gaan het zien. Dankjewel. Christophe, tweede level van dag 3 zit er net op. Hoe gaat het? Nou, best wel goed eigenlijk. Ik heb ook een heel mooie, chille tafel. Ook wel heel sociaal, wat het ook wel aangenamer maakt. En vooral spelers die redelijk eerlijk spelen. Dus je kan zo zelf de grootte van de potten controleren. Dat is toch wel een stuk minder volatiel dan wanneer je een paar heel grote spuwers bij je hebt. Die maken de potten toch al vaak snel een stuk groter. En nu ben ik het zo'n beetje die bepaalt hoe groot de pot wordt. En dat vind ik wel mooi. Ja, ik hoorde volgens mij bij jou aan tafel ook al iemand die was aardig blij met de riverkaart. Ja, dat was eigenlijk nog best dubieus, want die vrouw was voordien aan het klagen over dat er te veel gepraat werd aan tafel, dat er te veel emoties en bepaalde woorden werden gebruikt die niet aan een pokertafel hoorden. Blijkbaar moet je hier dus heel voorzichtig zijn met het F-word. Dat mag je hier niet zeggen. En dan ging ze helemaal los toen ze iemand uitstukte met een boot tegen een flush. Ze maakte een riverboat terwijl ze alleen ging op de turn. Dus dat is wel speciaal, ja. Maar ja, ik ben een grote fan van emoties. Ik vind dat mensen dat moet ik kunnen tonen. Ik denk dat dat heel raar is dat poker een van de weinige sporten is waar plots geen emoties gedoogd worden ofzo. Een tijdje geleden mocht je hier niet excessive cheeren. Dus ik ben blij dat ze van die domme regel vanaf zijn. Ja, er was natuurlijk de laatste tijd wat commotie om met Daniel Negreanu. Die was niet echt blij met een bepaalde hand. Maar jij bent dus wel echt team Negreanu. Ja, zeker. Hoe kan ik dat best formuleren? Zolang je andere mensen niet schaadt en andere mensen niet persoonlijk aanvalt of zeker niet fysiek aanvalt, denk ik dat daar helemaal niks mis mee is. Het is natuurlijk wel zuur dat je zo'n selfie-stick en dat cameraatje kapot gooit. Dan moet je er gewoon een nieuwe kopen, maar voor de rest boeit me dat echt niks. Nee, nou ja, hij stond al 1,2 miljoen in de min, dus ik denk dat die selfie-stick ook nog wel eraf kan. Ja. Je komt al ruim 10 jaar bij de WSOP. Altijd in het Rio geweest. Ben je blij met deze nieuwe locatie of had het van jou ook best gewoon daar mogen blijven? Wel, ik kom al heel lang op de WSOP, maar ik kwam eigenlijk heel weinig in de Rio. Net voor alle voor de hand liggende redenen. Het was eigenlijk best een speciale venue, denk ik, om de WSOP te hosten. Altijd heel druk, heel lange rijen voor quasi alles wat je ook wilde doen dat niet met poker te maken had. En zelfs wat wel met poker te maken had. Bali's denk ik dat het een stuk beter doet qua faciliteiten, qua eetmogelijkheden, qua alles eigenlijk. En voor de rest heeft het nog steeds wel zo de WSOP feel. Dus dat vind ik ook wel aangenaam. Het voelt een beetje hetzelfde aan, maar het is toch allemaal net een tikje beter. Ja, zoals gezegd, je komt er al heel lang. Je eerste cash is uit 2010, maar een main event cash die ontbreekt nog op het lijstje. Ja, ik heb nogthans echt al heel vaak dag 3 gehaald met heel veel chips. Er hangt zo'n beetje een dag 3 curse over me heen. Denk ik 3 keer zelfs einde dag 3 gebust. Dus dat gaan we vandaag niet opnieuw doen. Nee, de teller staat nu op 2200. Ik denk dat het inmiddels al iets minder zijn, 1300 in het geld. Maar we gaan er nog niet over wabbelen. Wel, uiteraard verandert je strategie een beetje. Vanaf dat er zo'n 25% left is, moet je hier en daar toch al zo'n beetje tighter zijn. Maar tegelijkertijd is het een 2 uur levels toernooi. Wat ook wil zeggen dat best nog heel lang gaat duren. Tegelijkertijd wilt iedereen die main event heel graag cashen. Maar ja, dan wordt het ook weer net iets makkelijker. Je ziet dat mensen toch veel terughoudender zijn om heel veel chips naar het midden te gooien met een bluff. Zeker als het voor hun toernooileven is. Dus ja, dan wordt het allemaal iets meer value-driven, waar het ook weer een stuk makkelijker maakt om die handen te analyseren. Ja, er was wat geklaag over de main cashes, maar 15.000. Wat heb jij liever? Gewoon iets hogere main cash en iets lagere first? Of vind je het wel leuk dat de winnaar 10 miljoen krijgt?
Goh, ik ben er geen grote voorstander van alles zo top-heavy te maken. Dat voegt gewoon heel veel toe aan de variantie. Wat er nu gebeurt, is dat eigenlijk heel veel meer mensen wat kruimels krijgen. En dan één iemand wel, of dan de final table met alles gaat lopen. Maar dat is een beetje de tendens in alle toernooien, denk ik. Ze willen nog steeds die heel catchy eerste prijs kunnen aanbieden. En zoveel mogelijk mensen uitbetalen, zodat we blijven terugkomen. Voor de poker-economie zal dat waarschijnlijk goed zijn. Mensen een beetje spek geven om opnieuw in te kopen. Maar ja, voor de variantie en voor het interessant te maken, zeker voor professionele spelers, ja, faalt dat wel een beetje. Nou ja, laten we dan maar hopen dat je eerste main event cash ook maar meteen een hele goede wordt. Goh ja, dat is natuurlijk nog allemaal heel ver weg. Eerst cashen en dan maakt het waarschijnlijk, ja, dan zal het qua ICM en zo allemaal niet heel veel meer uitmaken. Want hoogstwaarschijnlijk, als je 800ste wordt, dan krijg je een paar duizend meer. Dus vanaf dan kunnen we echt knallen. Nou ja, heel veel succes en hopelijk zien we je later weer in de week nog een keer. Zeker, dat is het plan. Achter mij is de spanning om te snijden. Zojuist is bekendgemaakt dat we vandaag doorspelen tot het geld. Er zijn nog iets meer dan 1300 spelers over en er komen 1300 in het geld. Laten we kijken wie er allemaal in het geld komen. Seven on the river, we have at least one elimination. Maar je is zojuist na anderhalf uur een einde gekomen aan de bubbel. Alle spelers zijn vanaf nu verzekerd van minimaal $15.000. Morgen is het tijd voor dag 4 met onder andere Noah Boeken, Marcel Luske, Daniel Rijmer, Bas Vaassen, Sebastiaan de Jonge, Marijn van Rooij, Kenny Hallaert en Christophe de Mulder en Thierry van den Berg. Kijken jullie morgen weer naar een nieuwe editie van het WSOP-journaal door Casino Nieuws, mede mogelijk gemaakt door GG Poker.